Welkom in de achtste finale van het WK voetbal. Met natuurlijk vanavond op het programma Nederland tegen Mexico. Ik zeg, het kan niet meer fout gaan. Maar goed, we weten natuurlijk de uitslag nog niet. En Joep en ik die gaan dat hier alvast bepalen. Ja, Joep, daar zitten we dan. Zitten we dan? Jij bent Mexico in de groene kleertjes. En ik ben Nederland in oranje tenue. We gaan ook echt in oranje kleuren weer spelen. Als die oranje leeuwen, zoals Robben dat zo mooi zegt. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Ik ga natuurlijk voor de winst, maar ik gun het Nederland wel. Want onze voorspellingen kloppen bijna altijd natuurlijk. Dus, maar ik ga er wel voor. Ik verdedig de eer van het land van de sombrero's en de poncho's. Nou, ik verdedig de eer van ons land. Het gaat natuurlijk hartstikke goed met Nederland. Ik bedoel, we zijn eerste geworden in de pool. Heel netjes. En ik denk dat we Mexico ook wel dik gaan verslaan. Ik hoop het. We hebben in ieder geval Van Persie natuurlijk weer in de basis. Die was de vorige wedstrijd geschorst. Nou ja, Robben die is in topvorm zoals we allemaal hebben kunnen zien. Ja. Maar het gaat natuurlijk om de doelpunten. Laten we dat even voorop stellen. Want zonder doelpunten komen we er niet. Nee. Maar ik vind De Jong trouwens ook goed voetballen. Ja, die zit dicht op de man. En die straalt bepaald gezag uit. Ja, ik kan gewoon zo doorlopen. Wat is dit? Ja, we gaan wel even zo. En dan, oh, ik denk die doet niks meer. Ja, langzame Mexicaan, hè. Er zit nog een siesta. Oh, kut. Manier. Ik dacht, dit ga ik even heel makkelijk doen, maar het was toch nog ietsje moeilijker. Joep, je biedt ietsje meer tegenstand dan ik had verwacht, maar uiteindelijk doe je natuurlijk niet zoveel. No. Nou ja, de missie is ook natuurlijk vanavond, no, waar je moet meer bal bezit. Ik geef jou gewoon een paas over verdediging. Ja. Nee, ik. Lepra. Wil je erover praten, Joep? Nee. Nou, de eerste paar minuten zijn een beetje bagger voor mij, maar dat kan natuurlijk... Hé, wat gebeurt daar? Oh, Joep, je wordt best gevaarlijk. Ik dacht dat jij niks van FIFA kon. Ik moet opletten, zie ik. Oh! Maar goed, het is natuurlijk ook de achtste finale, dus die Mexico die kan het soms wel wat. Wat doet hij nou? Ja, ik denk voetballen. Het is geen tennis. Nee, scherp. Nee. Scheidsrechter. Ja, oké. Ik verheug me nu al op die comments op YouTube, jongen. Zo. Wat denk je wat de uitslag wordt, Joep? Nou, dit wordt toch gewoon 3-0 voor mij? Nou, de uitslag hier... Ja, allebei. Dat is toch hetzelfde, ja. Dat weten we toch? Ja, nee, dat is ook zo. Bij de wedstrijd die wij spelen werken als een orakel. En daarom denk ik 2-0 voor Oranje. Dat hoop ik ook. Ik hoop natuurlijk aankomende wedstrijd gewoon lekker met een biertje in mijn hand te kunnen staan en mee te kunnen juichen. En niet dat we van een paar... Ja, Mexicanen verliezen. Dat zou ik erg jammer vinden. Oh, wat kan ik heerlijk koppen. Oh. Hé, wat zou? Dat was de eerste helft. Oh. We gaan er niet aan laten komen op strafschoppen. Ja, eerst verlengen. Weet je dat onze Kelvin van Gaal heel mooi na kan doen? Die zou nu zeggen, nou dat vind ik ook een probleem. En dat we niet goed spelen vind ik ook een probleem. Alles zijn problemen. Nou, wat vind je ervan? Eerste helft. Ik hou me staande. En ik, als niet FIFA speler ben ik hier een beetje trots op. Ik heb net lekker thee gedronken. Ik heb net op mijn kop gekregen van Van Gaal. Die zei, meer bal bezit, anders mag je de volgende wedstrijd niet spelen. Dus ik ga er nu voor. Ik hoop in ieder geval dat Nederland niet weer onterecht een panel tegen krijgt. Dat is toch wel een beetje te vaak gebeurd. Oh, erin. Yes. Nou. Yes. Oh. Ga je huilen? Ik kan straks bijten. Nee. Dos Santos. Ja, Dos Santos. Hey. Wat is dit nou, Joep? Ja, sorry, het spijt me. Ik begin eens geluk. Ja, zo noemen we het ook. Je weet dat als ik win, dat ik het erin blijf wrijven de tijd dat ik hier nog ben. Nou, niet scoren alsjeblieft. Ik vier die bal. Ik zou er ook even met 11 man op je eerste 11 meter gaan staan, jongen. Hé, hey, andere kant op Schelerox. What the fuck? Ik pak er helemaal niks van. Oh, het lijkt me hoe vaker ik dit spel speel, hoe slechter ik word. Ik denk dat ik de eerste keer gewoon tegen Hessel had gemoeten. Had ik meteen gewonnen. Hoeveel had je verloren van Hessel? Zullen we het daar niet over hebben? Jawel. Even voor de mensen die niet gekeken hebben. Nou, ik kan me niet meer herinneren. 6. Uit je mel, jongen. 0 of 1? Had je nog eentje voor de eer? Weet je moet niet tegen mij praten, want ik wil nog een goal maken. Ik druk een kop aan. Oh. Dat was een mooie paas. Het zit erop. Nee. Oh. Het zit erop. Oké. Nou goed, Nederland gaat vanavond niet met 1-0 verliezen. En we gaan helemaal niet zo slecht spelen als ik nu gespeeld had. Dus dit was gewoon voor de fun, want dit is zo onrealistisch. Ja.
Nederland wint, maak je zorgen. Dit is het begin is geluk en deze wedstrijd moet jullie even... Als Nederland zo gaat spelen, dan komt het niet goed. Dan zep ik weg. Maar ik vertrouw op Robben. Ze gaan vechten als Oranje Leeuwen. Dus ik zeg, tot aan de kwartfinale.